Welkom bij Zeeuwen in Naaldwijk. Ik ben Sander Verhulst en ik wil u deze Sandero Stepway aan u laten zien. Dit is de Sandero Stepway die we binnen hebben gekregen. Een hele mooie auto, ook een hele luxe auto. Is voorzien van LED-koplampen met ook LED-dagrijverlichting. Mistlampen, maar ook dus de parkeersensoren aan de voorkant, parkeersensoren aan de achterkant. Nou, de Stepway-uitvoering staat wat hoger op zijn wielen. Heeft dan ook die kunststof kappen erop zitten. Wat ook leuk is, is dat hij voorzien is van dakrailsen. Maar de dakrails kunnen we ook nog omzetten. Kunnen we aan deze kant loshalen. Zit hier een inbusboutje, die moeten we dan even losdraaien. En dan kunnen ze dus ook als lastdrager gaan gebruiken. Want dan kan je ze dus draaien op de auto. En dan kan je ze dus inderdaad dwars erop zetten. Nou, ook aan de achterkant natuurlijk de parkeersensoren. Nou, deze is dan ook nog voorzien van parkeercamera. Die zit hier onder in de bumper, zeg maar, bij de kentekenplaat. Nou, ook de ruimte in de Sandero is echt prettig te noemen. Hier zit dan een laaddrempel in, dus die is wat hoger. Dus nu ook op het moment dat we nu de banken neerklappen, dan loopt die gewoon vlak door. En we kunnen eventueel deze vloer... Met één hand is het natuurlijk altijd lastig. We gaan het wel proberen. Die is erachter. Die kunnen we dus ook nog één verdieping naar beneden leggen. En dan hebben we dus inderdaad wat meer ruimte. Nogmaals, hebben we een hand vrij, dan is het iets makkelijker. Dan zal die wat makkelijker naar beneden gaan. Maar op deze manier kun je wel de ruimte natuurlijk heel makkelijk vergroten. Maar goed, willen we die tildrempel niet, dan is het natuurlijk heel makkelijk om deze ook weer juist omhoog te plaatsen. Wat dat betreft helemaal goed. Ja, zelfs met één hand lukt dat. Dus hij zit nu ook gewoon keurig netjes zoals het hoort. Dan zullen we de binnenkant ook even laten zien van de auto. Want dat is toch zeker de moeite waard. En ook heel mooi afgewerkt met een stoffering. Er is allemaal stof gemaakt om de unit met de elektrische ramen, elektrische spiegels. Ook de hoogteverstelling van de stoel hebben we erop zitten. Nou, het stepway is netjes in de bekleding gestikt. Ook een armsteun. Automatische verlichting, dus die gaat ook automatisch aan. Ook nog een steun voor de telefoon. Die zit er ook op, dus we kunnen eigenlijk in de klem de telefoonkop of eigenlijk erin zetten, zeg maar. Die kan gewoon naar buiten open en dan kan die... telefoon erin. Daarachter zit dan ook nog een USB-poort. Dus we kunnen de telefoon ook makkelijk opladen. Overigens zit hier beneden ook nog een USB-poort. Dus ook daar kunnen we wat dat betreft laden. Nou, deze auto is ook nog voorzien van klimaatregeling. Dus we kunnen ook temperatuurgeregelde airco. Dus we kunnen hem helemaal instellen op temperatuur die we willen hebben. En vervolgens regelt hij het dan helemaal zelf. Dus dat is natuurlijk inderdaad heel prettig. Ook de regensensor zit hier op, dus ook automatische ruitenwissers die we ook nog bij kunnen regelen mocht dat dan inderdaad het geval zijn. Nou, als we dan even de auto start, dan is dat wel leuk. Ik heb mijn telefoon gekoppeld en met een beetje geluk gaat hij hem ook automatisch laten zien. Kan ik bijvoorbeeld naar Apple CarPlay, want dat is wel heel gaaf van deze auto. Deze heeft namelijk Apple CarPlay, maar dan draadloos. Dus we hebben geen draadje nodig om hem in de USB te koppelen. Op het moment dat ik hem aanmeld voor Bluetooth en ik zet mijn tetheringsfunctie van mijn telefoon aan, dat hij eigenlijk een wifi verbinding kan maken, dan kan je dus inderdaad draadloos de telefoon koppelen aan je scherm. En dan heb je bijvoorbeeld inderdaad op de telefoon, maar ook je kaarten, de berichten, podcasts, maar ook Spotify, ook WhatsApp, ook Google Maps, ook Flitsmeister. Die kunnen we dus inderdaad gewoon op deze manier dan inderdaad ook bedienen. En dat werkt natuurlijk fantastisch. Geeft goed duidelijk beeld voor de navigatie. Overigens is natuurlijk ook die navigatie-update dan niet meer nodig. Want je haalt eigenlijk de plekken via de telefoon natuurlijk de kaart binnen. Dus dat werkt allemaal heel makkelijk en heel goed. En dat is natuurlijk wel erg prettig dat dat gewoon prima werkt.
Google natuurlijk inderdaad. Nou, we kunnen wat afspelen. We hebben wat dat betreft alle mogelijkheden om te kiezen voor wat we willen bedienen. Dit is dan even omdat ik een Apple telefoon heb, is dit Apple CarPlay. Maar ook met Android Auto werkt dat gewoon op Android basis. Dus wat dat betreft is dit wel heel gaaf dat dit dan inderdaad kan. Overigens zouden we niet de telefoon gebruiken voor de navigatie. We kunnen dus inderdaad ook gewoon de navigatie van de auto zelf gebruiken. En wel eerst even accorderen. En dan hebben we gewoon de normale navigatie vanuit de auto zelf. Ja, dus kunnen we toch even kiezen hoe we het in ieder geval willen doen. Voor het parkeren kan ik hem in de achteruit zetten. Dan krijg ik ook keurig netjes de parkeersensoren visueel te zien. En ook nog inderdaad de camera voor het naar achter rijden. Dus kortom, het is allemaal gewoon erg luxe en goed voor elkaar in deze Dacia Sandero Stepway. Mocht u interesse hebben, laat het dan even weten. Dan maken we graag met u een afspraak. En dan zou ik zeggen, tot ziens bij ons in de showroom.